it's time. Time. Even over. Maar ik als cultuurwethouder, ik wil er wel voor vechten dat we cultuur in Almelo, dat dat belangrijk is en blijft. En dat we daar ook middelen voor blijven maken. Kom er even bij, zou ik zeggen. Dit moet op een of andere manier los kunnen. U bent een hele handige wethouder. Succes ermee. En Joris is nog handiger. En dan gaan wij inderdaad in geluid, in gebaar, gaan wij het meemaken. De onthulling van de beide magazines. En als de muziek zeg maar tot zijn hoogtepunt, zoals het zijn apotheose is gekomen, mag u deze en deze naar voren drukken. We hebben weer een heel uitgebreid seizoen. Echt alle disciplines zitten erin. Grote musicals heb ik naar Almelo kunnen halen als Grease en The Beauty and the Beast. Daar ben ik heel erg trots op. Maar ook weer hele mooie kleine dingen of indrukwekkende toneelstukken als Dansen met de Vijand. Muziektheater is dat zelfs eigenlijk meer wat gaat over de oorlog, over goed of fout, de actuele verhalen. Leuke familievoorstellingen, dus kortom eigenlijk van alles. Mooi cabaret. Natuurlijk, ook Hof 88 heeft weer een hele hoop mooie voorstellingen het komend seizoen. We variëren het van nieuw talent, wat wij graag een podium willen bieden. Wat vanavond we ook tijdens de theatertipavond hebben kunnen zien, bijvoorbeeld Matrushka. Tot echt bekende artiesten die weer een try-out komen spelen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld Roé Verveer en Murt Mossel. Maar ook Hans Dorrestein komt met een nieuwe voorstelling. En Lisbeth List die is bezig met haar laatste tour in het theater. En die komt ook bij Hof 88 spelen. Dus we hebben echt voor elk wat wils ook weer.